Rechtbank. Vrienden van Adil de R krijgen op maandagavond 10 oktober bij een snackbar in Zuidoost ruzie met Isilnando Cameron. Hij steekt een van hen met een schroevendraaier in het gezicht. Isilnando werd circa een half uur later neergeschoten door verdachten op een troosteloos busplatform. Hij is 24 jaar oud geworden. Volgens de schutter werd hij bij dat busplatform waar hij met 5 anderen was om zijn gewonde vriend naar het AMC te brengen, bedreigd door Cameron, die daar toevallig liep met zijn zwangere vriendin. En moest hij wel schieten? Maar het Openbaar Ministerie gelooft daar niets van. Omdat er geen enkele dreiging vanuit het slachtoffer uitging. Hij had geen mes bij zich. En dat hij misschien zou hebben geroepen, een bedreigende taal zou hebben uitgesproken. Dat zou dan het enige zijn. Daar staat tegenover dat de verdachte ervoor heeft gekozen om met een pistool-mitrailleur, dus niet zomaar een wapen, 7 kogels op deze man af te vuren. Die pistool-mitrailleur, een Scorpion, draagt Adil sinds de zomer van 2016 dagelijks bij zich. Zo vertelt hij vandaag op de zitting. Ik was aangevallen en voelde me niet meer veilig op straat. Ik stopte het elke dag achter mijn broekspand of in mijn tas. Verdachte heeft ervoor gekozen om zwaar bewapend de straat op te gaan en zich te bemoeien met een conflict waarmee hij niets van doen had. Ik vraag uw rechtbank op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaren met aftrek van de tijd die in preventieve hechtenis is doorgebracht. De rechtbank doet over een paar weken uitspraak.